Gistermiddag om 11:00 kregen de politie een melding dat er wat met de pop aan de hand was. Toen ze bij de wenning onder de Sinneboeren kwamen, wie het bandje al verstoorn. Boerle hier nog bezocht had te reanimeren. Omdat er onduidelijkheid is over de doodsoorzaak, is het lichaam overbracht naar het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag van Sexje. We hebben zelf een heel grote vraagtekens bij deze hele situatie. Het famke is ontroffen in een bijzondere omstandigheid. En daar hebben wij wat twijfels bij. En die twijfels die kennen wij net onderbouwen, maar als we twijfels hebben, dan pakken we het grut aan. En dat maak je altijd een dwang in dit soort. Door het net, dan heb je letter een heel grote kans dat heel grote sporen voortbinnen. Wanneer het alweer op een misdrogen bij het liedje. De boerlui reageren schokt op het versterren van het famke. Bonnie Geertsma werd dicht bij de familie. Ze ziet Justin in de tuin, doet ze jelle dat er wat mis wie. Toen in één keer hoorde ik geschreeuw en gehuil. Ik denk, wat is daar aan de hand? Ik ga er maar even heen. Dus ik loop door het schut en toen zag ik buiten bij de auto helemaal overstuur zitten. Ik ben naar haar toe gegaan. Ik vroeg, wat is er aan de hand? Toen zei ze van, Anna. Toen heb ik mijn man geroepen en ik zei, je moet komen. Ik zei, en toen ben ik naar binnen gelopen in de tuin en daar zat haar man met de baby op schoot. En toen zag ik wel dat het niet helemaal goed was. Een boerman met EHBO-ondervinding komt ik helpen, maar het is al te laat. Neffens vrouw Geertsma soort famke van de bank afvallen wijzen en is er van vertochte omstandigheden geen sprake. Ze waren hartstikke wijs met de baby en ze zorgden er goed voor en... Dit is een samenloop van omstandigheden. Zoiets kan in principe iedereen gebeuren. De ouders van de poppen binnen bij familie onderbracht. De bingen mee schoonhouden.